Geachte jury, op dit moment zien we in Nederland dat ontzettend veel mensen, ontzettend veel immigranten, heel veel tijd kwijt zijn met het inburgeren en het leren van een bepaalde Nederlandse taal, terwijl eigenlijk die tijd veel beter had kunnen besteden aan andere vaardigheden die deze mensen juist nodig hebben. En omdat we denken dat dat ontzettend zonde is, zeggen Erik en ik dat we mensen een vrijstelling willen geven voor het taalgedeelte van de inburgeringscursus op het moment dat deze mensen de Engelse taal almachtig zijn. Op dit moment is het zo dat ze de Nederlandse taal machtig moeten zijn. Wij gaan zeggen van als ze de Engelse taal machtig zijn, krijgen ze ook een vrijstelling voor dat gedeelte. Wat ze dus in staat stelt om veel meer tijd te besteden aan het andere gedeelte, namelijk omgangsvormen en om een goede gelijke sociale economische positie te krijgen. Goed, wij hebben drie redenen daarvoor die wij in deze beurt uiteen zullen zetten. Ik zal ingaan op het feit dat de ratio van de inburgering dit toestaat. Vervolgens ga ik het hebben over het feit dat deze vrijstelling leidt tot een algehele betere integratie die uiteindelijk wenselijk is voor de Nederlandse samenleving en de kansen van deze immigranten in die samenleving. En vervolgens wil ik het hebben over het punt van culturele verscheidenheid en hoe we dat in Europees verband ook wel op deze manier aanpakken en daarvan profiteren. Nederlandjes aan. Laat ik het hebben over de ratio van de inburgering. Waarom besteden wij nou veel tijd aan het inburgeren van mensen? Waarom zorgen wij ervoor dat deze mensen een cursus geven? Dat we veel van deze mensen vragen. Dat doen we om een hele simpele reden. Namelijk om ze een gelijke sociale economische positie te geven. We willen als het ware dat deze mensen een kans hebben om te slagen in de samenleving. Dus dat ze een baan krijgen bijvoorbeeld. Nou, wij zeggen dus dat Engels wat dat betreft voldoende is om een aantal van die doelstellingen volledig te realiseren. En dit snapt misschien Sarah niet helemaal. Maar we denken dat de meeste banen wat dat betreft is Engels belangrijker nog dan het Nederlands. Denk bijvoorbeeld in de IT-wereld waar eigenlijk alles volledig Engels is. Maar denk ook bijvoorbeeld aan een groot bedrijf zoals Shell. Ja, half Nederlands, maar ook half Brits. Gehele onderdelen van dat bedrijf, daar wordt volledig Engels gesproken. En dat is hoogopgeleid, zou je misschien zeggen, maar ook juist laagopgeleide banen, aardbeien plukken, daar heb je helemaal geen goede beheersing van de Nederlandse taal voor nodig. Daar moet je goed om kunnen gaan met commands die in het Engels zijn. En dat is precies wat deze mensen beheersen. Waarom zouden wij al die mensen gewoon in allerlei cursussen dwingen, terwijl ze eigenlijk al voldoende van de taal beheersen om een goede kans te hebben in de Nederlandse samenleving? En zelfs als je zegt dat het om omgangsvormen gaat, zelfs omgangsvormen kunnen geleerd worden door een gesprekje met andere Nederlanders, maar al die andere Nederlanders die spreken heel goed Engels. Dat is juist het punt. Laatst is uit onderzoek gebleven dat 67% van de Nederlanders voldoende Engels spreekt. Dat betekent dat ze met een heel groot deel van de Nederlandse samenleving hartstikke goed kunnen communiceren. Dus het hele punt over die sociaal-economische positie, die verslechtert niet op het moment dat we deze eis stellen. Maar goed, dat is natuurlijk een punt van zeggen dat is een defensief punt. Maar we zeggen ook van, maar het is ook heel goed juist om dit soort dingen te doen. En dat leidt, omdat deze vrijstelling leidt, tot een betere algehele integratie. Op dit moment zien we dus dat die mensen heel veel tijd kwijt zijn aan het leren van alleen die Nederlandse taal. Dat is ontzettend tijdrovend en dat kost heel veel tijd. Maar we denken juist dat die cursussen en dat die ook de overheid veel tijd en geld kosten, beter besteed kunnen worden aan andere zaken. Die immigranten zouden bijvoorbeeld beter de culturele omgangsnormen kunnen leren als dat belangrijk is. Ze kunnen beter leren hoe ze een baan kunnen krijgen in Nederland of elders. Dat vinden wij veel belangrijker. Jij niet, Sarik? Denk jij niet dat in onze huidige dienstensector, waar mensen constant met voornamelijk Nederlandse klanten te maken hebben, dat juist deze mensen de Nederlandse taal machtig moeten zijn om überhaupt ooit een baan te kunnen krijgen? Ik ben hier reeds op ingegaan, maar ik kan het wel even herhalen wat ik erover gezegd heb. Ik denk dat juist omdat heel veel groot deel van de Nederlanders goed en voldoende Engels spreekt, dat je, zelfs als je op een terrasje in Amsterdam een serveerster bent, dan kan je nog steeds je klanten daar bedienen, omdat ze vaak in veel gevallen beter Engels spreken dan beter Nederlands. Dus het punt van die dienstensector over Sari valt juist uit aan onze kant, denk ik. Maar goed, die vrijstelling leidt tot een betere algehele integratie, omdat het ervoor zorgt dat we tijdens het inburgeringsproces ons kunnen richten op de zaken die er echt toe doen. We laten die onbelangrijkere dingen schrijven even terzijde. Misschien kunnen ze in hun eigen tijd Nederlands leren, dat is hartstikke leuk, goed voor ze. Maar daar gaan we ons niet op richten, want het inburgeringsproces moet zich richten op de allerbelangrijkste zaken. En dat zijn de dingen die uiteindelijk nodig zijn om een gelijkwaardige sociaal-economische positie te krijgen. Dus wij gaan zorgen dat ze uiteindelijk beter zijn ingeburgerd door ons te richten op de juiste zaken. Goed, punt 3. Culturele verscheidenheid. Nou, in de Europese Unie is een gedachte ontstaan dat we kunnen profiteren van diversiteit in de cultuur. En dat betekent dat we het zo hebben gesteld dat een Spanjaard of een Griek die de Nederlandse taal helemaal niet machtig is, die zelfs misschien de Engelse taal niet machtig is, toch hier kan komen en een baan kan krijgen en hier kan werken, hier kan wonen, et cetera, die alles kan doen hier. Nou, we zeggen dat het ontzettend goed is. We zeggen dat het goed is omdat het een economische zone creëert die
ja, waar we voor profiteren. Maar we denken dat ook die verscheidenheid in de cultuur, die verschillende inzichten, de innovatie die we nodig hebben om als Nederlandse economie om te functioneren, juist daardoor krijgen. En dat is wat wij uiteindelijk willen ook met dit plan. We denken, als wij die Spanjaard en die Griek toegang geven tot ons land, terwijl ze geen Nederlands spreken, dan is het ook logisch om iemand misschien uit het Midden-Oosten die toegang te geven. Want dat, zeggen wij, is ook waardevol. Dus om deze drie redenen vraag ik u om voor dit plan te stemmen. Dank u wel. En gaan luisteren naar weer wordt gezien. Dankjewel, Bijten. Ik zal beginnen om in te gaan op dat culturele verscheidenheidspunt van Victor. En daarna ga ik door naar de echt belangrijke dingen. Namelijk, ik ga het voornamelijk hebben over integratie. Hoe dat werkt. Hoe de integratie werkt als je een baan hebt. En voornamelijk hoe de integratie ook werkt in het sociale proces. Met communicatie, met sympathie die je nodig hebt. En tenslotte zal ik het nog even kort gaan hebben over de algemene houding van Nederlanders ten opzichte van immigranten en hoe dit zal verslechteren met dit rare plan. En Thomas gaat hier verder op in. Oké, maar eerst werd er aan deze kant gesuggereerd van ja, maar culturele verscheidenheid is toch zo mooi. En ja, als iedereen Nederlands praat, dan hebben we geen culturele verscheidenheid meer. Nou, ik vind het een beetje een raar argument. Als iemand uit Kenia goed Engels spreekt en ook goed Nederlands spreekt en hier komt, dan hebben we nog steeds culturele verscheidenheid, want dan spreekt hij en Keniaans en Engels en Nederlands. Dus wij zien het niet zo'n heel groot probleem. En ten tweede werd er gezegd, ja, maar dat is zo raar dat al die EU-burgers die mogen hier wel binnenkomen en alle mensen uit Kenia en het Midden-Oosten niet. Nou, ten eerste vinden wij het een goed idee als EU-burgers die hier hun hele leven willen wonen en werken ook Nederlands leren. Maar ja, we hebben nou eenmaal bepaalde afspraken gemaakt met de EU hierover. Je kan niet alles hebben, maar wij vinden het alsnog een goed idee als mensen uit het Midden-Oosten wel Nederlands leren. Oké, hoe zit dat dan met die integratie? En laten we eerst eens gaan kijken naar de banen die beschikbaar zijn voor dit soort mensen. Want laten we even eerlijk zijn, het grootste deel van de immigranten die naar Nederland komen zijn niet de meest hoogopgeleide mensen. Dat zijn de mensen die toch al moeilijk een baan krijgen. Nou, dan zijn er, dat zijn dus niet de banen in de IT-sector, maar dat zijn voornamelijk banen in de dienstensector. En dan dienstensectoren, ook niet de meest geweldige dingen die je dan kan doen. Nou, bijvoorbeeld inderdaad serveren op een terrasje, ergens achter een receptie gaan zitten. Bijvoorbeeld mensen hun nagels lakken, mensen masseren, allemaal dat soort dingen. Allemaal dienstensectoren die voornamelijk worden bemand door veel immigranten. Nou, dan werd er aan deze kant gezegd van ja, maar al die mensen die daar jouw klant zijn, die spreken toch allemaal Engels. Dus ja, nou, dat maakt toch helemaal niks uit. En wij zeggen, wat heb je nou liever als baas? Dat mensen die jij in dienst neemt, makkelijk kunnen communiceren met hun klanten. En dat hun klanten zich bij hun vertrouwd voelen, omdat ze gewoon in hun eigen taal kunnen praten. Wij zeggen, zo iemand neem je veel liever aan dan iemand die alleen maar Engels spreekt. En waar je maar moet afwachten of dat als iemand op het terras een cola bestelt, dat dat aankomt. Omdat diegene die misschien de cola bestelt, heel dom is en geen Engels spreekt. Oké, Victor. Sorry, we zeggen niet dat een immigrant die louter Engels spreekt, elke baan kan uitoefenen. We zeggen dat hij genoeg banen kan uitoefenen om goed te functioneren. Jij veroordeelt ze tot hun hele leven aan plukken. En wij zeggen, als je wil dat die mensen daadwerkelijk een goede economische, sociaal-economische positie krijgen, dan moet je zorgen dat ze ook andere dingen kunnen doen, behalve dan aardbeien plukken. En wij zeggen dat Nederlands leren daar de enige manier toe is. Oké, hoe zit het dan met de sociale integratie? En dan, ik had het net al over die communicatie, maar die is echt enorm belangrijk. Want op het moment dat jij wil dat zo'n immigrant niet zijn hele leven een buitenbeentje blijft, moet je ervoor zorgen dat hij kan communiceren met andere mensen in Nederland. En dan is het heel belangrijk dat ten eerste niet iedereen in Nederland Engels spreekt. Niet iedereen is universitair geschoold en leest 100 Engelse artikelen. Een heleboel mensen hebben alleen een VMBO, hebben al moeite met het Nederlands en dan is Engels echt een stapje te veel gevraagd. En ja, dit zijn ook de mensen waarmee deze immigranten in contact gaan komen. En dan ten tweede, Engels kost, zelfs voor ons allemaal, meer moeite dan Nederlands. Je moet meer moeite doen om iemand in het Engels aan te spreken dan iemand in het Nederlands. Een los gesprekje even met iemand aangaan is makkelijker in het Nederlands. Dus je wil niet dat deze mensen buitenbeentje blijven. Dat zijn ze al een beetje. Laten we het dan zo makkelijk mogelijk maken om voor hun om contacten te leggen met anderen. Nou, waarom is die inburgeringscursus dan zo heel erg essentieel daarvoor? Wij zeggen, bij die inburgeringscursus
leer je een beetje de basis van het Nederlands, de basisgrammatica, een paar basiswoorden. En met die basis kan je later de wijde wereld ingaan en je woordenschat uitbreiden. Je leert daar niet perfect Nederlands, je leert het basis Nederlands. Maar zonder die basis kan je ook nooit echt goed Nederlands leren. Want dan is het veel moeilijker als je niet weet hoe de basisgrammatica structuur in elkaar zit, om dan met andere mensen ooit een gesprek te beginnen en ooit enigszins Nederlands leren. En verder is het ook, om bijvoorbeeld omgangsvormen te leren, is die taal heel handig. Wij spreken hier in Nederland, als we elkaar gedag zeggen, zeggen we hoi en niet God zegen u, wat in al veel andere culturen heel normaal is. Zoiets leer je bij een taalkursus en die is heel lastig te leren als je de taal niet kent. En als laatste is het heel belangrijk dat wij in Nederland sympathie kweken voor die immigranten, want ze worden al een beetje met een scheef oog aangekeken, ze worden al niet zo gewaardeerd. En het kweekt enorm veel sympathie als mensen zien, ze proberen in ieder geval de taal te leren. Dan nodig je zo iemand veel sneller uit op de koffie en dan wordt ook de algemene houding ten opzichte van die immigranten kan beter worden omdat je ze af en toe op de koffie uitnodigt, wat je niet doet als je je taal moet spreken. Dus omdat het dit vreselijk, echt een vreselijk plan is voor de integratie, zou ik zeggen, stem het alsjeblieft weg.